Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fortuna TV. We hebben niet heel erg lang de tijd gehad om over het verlies tegen NEC na te denken. Want de volgende wedstrijd staat alweer op het programma. En wel thuis tegen Telstar. Wij praten met trainer Peter van Vossen en spelers Seko Koene en Dennis Denkering over de wedstrijd van afgelopen week. En we blikken vooruit op de wedstrijd tegen Telstar. De 5-1 tegen NEC snel vergeten of heeft u verbeterpunten gezien? Beide. Wat vond u van? Nou, ik heb een heel goed nek gezien, NEC. En ik heb met Fortuna met vlagen heel goed gezien. Wat zegt u dan de afloop tegen de spelers? Was wederom een rode kaart. Hoe coacht u ze dan afloop? Na afloop, ja, dan zit je een beetje in emotie. En dan til je het eigenlijk naar vandaag toe. Dus vandaag hebben we bespreking gehad. Ja, dan hebben we eigenlijk vrij kort daarna weer Telstar. Hoe is die voorbereiding gelopen? Ja, geweldig. Ik denk dat we een hele goede training hebben gehad. En in ieder geval een hele goede bespreking. Dus wat dat gaat, staan alle puntjes weer op de i. Kunnen ze snel omschakelen? Dat gaan we morgen zien. Wat kunnen we morgen van ze verwachten? Heeft u een andere tactiek? Hetzelfde als dat we van begin af aan gezegd hebben. We gaan tegenstander onder druk zetten en zelf proberen te voetballen. Afgelopen week heb ik in de wandelgang gehoord dat Donny de Groot misschien zou komen. Kunt u daar al iets over vertellen? Dat we met de spits bezig zijn die medisch gekeurd moet worden. En op het moment dat die medische keuring goed verloopt, dat we een spits erbij hebben. En verwacht u van de wedstrijd? Wat denkt u dat het gaat worden uiteindelijk? Ik denk dat we gaan voetballen. Is het ook een stand? Of? Nee, stand is na aflopen. Hoe bevalt het er nu toe, Fortuna? Ik heb het nog steeds uitstekend naar mijn zin. Dus iedereen om me heen probeert wel en probeert die negativiteit op te zoeken. Maar wij als groep en ook de staf en ook de verantwoordelijken van de club zien heus wel wat er gebeurt binnen Fortuna. En dat heeft tijd nodig en geduld en dat hebben we gelukkig. Kunt u dat goed handelen dat eigenlijk vanuit buitenaf en misschien ook nog wel gedeelte van de supporters het nog steeds niet zien, die positiviteit? Kunt u daarmee omgaan? Ja, wij wel. Wij wel. En wij moeten ervoor zorgen dat we toch ook door middel van ons spel en manier van druk zetten, manier van voetballen, dat we daar proberen wat punten bij te sprokkelen. En dan gaat dat vanzelf. En dan gaat het ook heel snel. Nou, je mag nu eens uitleggen, wat gebeurde er eigenlijk bij die rode kaart? Ik kreeg een bal ingespeeld van de keeper. En hij had gecoacht, maar ik hoorde het niet. En ik zag de man niet in mijn rug. En ik wou opendraaien en ik verlies de bal en een fractie van een seconde trek ik. Wat ik beter niet had kunnen doen. En terecht rood, denk ik. Ja. Wat krijg je dan de afloop te horen van de coach of misschien van Kaya? Gewoon verbeterpunten wat we kunnen afspreken voor de volgende keer, zodat het niet meer gebeurt. Want het is zuur natuurlijk. Wat kan jij over je eigen spel zeggen tegen NEC? In balbezit was het op zich prima. Alleen ik denk met de lange ballen van NEC in de hoek met de Sjoerd Ars en dat beter kan, dat er beter afgestemd kan worden. Dus bij de 2-0 zag het er ook niet echt lekker uit. Dus zeker voor verbeterpunt. Ja, je moet de volgende wedstrijd dan toekijken vanaf de tribune. Hoe ervaar je dat dan? Dat is nieuw voor me, dus dat weet ik nog niet. Kan ik pas na de wedstrijd zeggen. Maar ik hoop natuurlijk dat ze de volle buit pakken. Dat is ook wel nodig, denk ik. Dus. Wat heeft de coach na afloop tegen jou gezegd? Wat zijn jouw verbeterpunten? We hebben meer in het teambelang gesproken, niet individueel. Dus wat CQ net ook al zei, dat we met team beter als team moeten druk zetten en kantelen en dat soort dingen. Dus. Maar we hebben het niet echt individueel besproken. Wat verwacht jij van aanstaande maandag tegen Telstar? Thuis, dus ik verwacht 3 punten met aanvallend voetbal. Dus. Het was denk ik niet de seizoenstart die je voor ogen had, of toch? Nee, ik had het echt niet voor ogen. Ik dacht dat ik bij Jong zou starten en daar ontwikkelen en dan bij de eerste langzaam mogelijk komen. Maar het is voor mij echt snel gegaan, ik ben daar echt trots op. En heeft de coach je uitgelegd hoe dat kan? Ja, mijn bedoeling is gewoon dit jaar echt veel ontwikkelen. En beter mijn spel wil worden. En eigenlijk me al die kansen. En die kans moet ik ook gewoon pakken. Afgelopen week verloren. 5-1 tegen NEC. Wat zegt de coach dan na afloop tegen jullie? Ja, hij is echt wel tevreden dat we wel voetballen. Maar we trainen gewoon de laatste punten. Wat iedereen beter moet doen. Daar gaan we wel scherper op trainen. En hopen dat we dat morgen wel kunnen laten zien. Wat vond je van je eigen spel? Ja, gewoon
Hoe moet ik dat eigenlijk beoordelen? Ik vond het niet slecht. Ik heb wel mijn goal meegenomen. Daar ben ik wel trots op, mijn eerste goal. In betaald voetbal. Ja, daar ben ik wel trots op. Maar ja, die verlies wel met 5-1. Hoe is dat gevoel dan na afloop? Hoe kan je dat beschrijven? Ja, het is eigenlijk een dubbel gevoel. Want ik heb wel mijn goal mee, maar je verliest wel. Het is een teamsport. Ja, ik kan niet nooit tegen mijn verlies, maar ik moet me wel gewoon verder zetten en naar de volgende wedstrijd kijken. Ja, hoe hebben jullie je voorbereid op Telstar? Dat is vrij dicht tegen elkaar aan, die wedstrijden. Is dat niet zwaar ook? Ja, klopt. Je krijgt wel zware benen, maar je kan ook niet te hard trainen. Daar houden de trainingen wel rekening mee. En ja, we hebben best wel goed getraind en we zijn wel scherp voor morgen. Wat zijn er nou verbeterpunten dat hij jullie verteld heeft? Met het team gewoon beter kantelen. En naar elkaar goed kijken, scherp blijven. Dan moet het hopelijk wel lukken.